Oké, jongens. Hallo. En tof dat jullie kijken naar mijn ochtendroutine video. Hier lig ik te slapen en ik word net wakker. Wakker. Dus ik ben net wakker geworden. Subiet ga ik naar beneden, maar eerst nog even uitstrekken, een kussen goed leggen en de klok afzetten dat die niet afloopt, want ik ben ietsjes vroeger wakker geworden dan normaal. Oké, ik ga direct naar beneden stappen met de trap en dat gebeurt nu ongeveer. Dus ik ga nu naar beneden, voilà. Het is 8 uur ongeveer. Voilà, van de trap. Ik heb mijn broek al aangedaan. Voilà. Up. Volgende trap. Volgende trap af. Oké, schakelt speed over. Voilà. En dan gaan we lekker in de ijskast iets pakken. Voilà. Mijn yoghurtje dat ik 's morgens eet, vanille pudding, een soort van vanille pudding, is kei lekker, een aanrader. En dan pak ik ook nog een lepel natuurlijk. Voilà, hier is de lepel dat ik ga pakken. Ik heb hem gepakt. En ik pak ook nog chocomel, maar dat laat ik niet zien, want in die kast staan dingen dat jullie niet moeten zien. Voilà, hier ben ik lekker aan het eten. Dus hier ga ik even eten. Ik zal hier even de muziek wachten zetten. Ik moet jullie niet altijd op mijn stem moeten horen. Oké, ik ben terug. Ik ben bijna klaar. Ik drink nog even mijn chocomel op. Kei lekker 's morgens. ik kan ook melk drinken of koffie, maar ja. Ik drink liever chocomel 's morgens, markske vertongen. Zo, ja. Oké, en dan nog een ochtendplasje. Ja, dat moet ook gebeuren, een ochtendplasje. Dat kan wel even duren. Ja. 2 minuten denk ik ongeveer dat ik erop heb gezeten. Even rustige boodschappen gedaan natuurlijk. Sorry mensen die dat aan het eten zijn. Moet ook gebeuren. Jullie zien dat de derde deur ietsjes hoger staat. Er staat de wasmachine niet, daarom dat wat hoger staat. Maar dat maakt niet zoveel uit. Daarnaast de badkamer, maar dat zie je een beetje hoor. Ik ben bijna van de wc, denk ik wel. Het kan niet meer lang duren. Allee, dat hoop ik toch niet. Ja. Maar ik zit lang op de wc. Oké, kus je dat ik zo lang op de wc heb gezeten. Allee, doet die deur klinkt nu open. Oké, ik ben bijna klaar denk ik. Ik ben bijna klaar. Aha, hier ze. Met de Jack Russell bril. Oké, hier stap ik naar de badkamer. Bam. Deurtje toe en een volgende shot. Upsa, deur toe, licht aan. Doorstappen naar de bombak, zodat het niet zo gefocust was.
even tandpasta pakken. Dat gaan we eerst doen, daarna ga ik douchen. Dan maak mijn onderbroek aan. In de douche doe ik die even uit en daarna doe ik die terug aan. Voor de video dat je niks ziet. En als ik het vergeet te blurren, normaal niet. Dit is het voice-over, dus ik kan nu alles zien. Maar ik ga even 2 minuten om de tanden poetsen. Dus ik ga even de video weer harder zetten. Dan zie ik jullie shabit. Dan hoor ik jullie shabit. En dan horen jullie mij shabit terug. Klaar met tanden poetsen. Voilà, deurtje open, tandenborstel weg, tandenpasta weg. Ik heb mijn mond al gespoten, juist. Hup, douche in, sorry dat het zo wazig is. Oh, ik was mijn broek vergeten uit te doen. Het kan even duren. Dus ja. Maar ja, jongens, dit is onze douche. Er hangen een paar handdoeken over. Sorry daarvoor. Ik laat niet alles zien, ik doe een beetje gordijn toe en dan komt er in beeld 10 minuten later. Maar ja, ik ben bijna klaar met mijn uitkleden, denk ik. Ik heb nog wel mijn onderbroek aan. Voilà, daar zijn mijn mooie Avengers Marvel onderbroek. Dus ja, even mijn bril af, mijn horloge was uit. Hoppa, voorzien. Gordijntje toe als het lukt, dat was heel moeilijk. Omdat die handdoeken daar aan je moest bewogen. Oeh, focus. Ja, de camera focust op gezicht daarom. En dan valt gezicht dus ja. Oké, gordijn krijg ik nu wel toe bijna. Dus dan komt er speed op 10 minuten later. Want ik heb gewoon mijn camera even op stop geduwd. Even uit de douche en op stop geduwd. Even mij gedoucht en dan zie ik 10 minuten later. 10 minuten later. En dan kom ik gebied uit de douche. Ik ben bijna klaar. Kijk, bijna klaar. Sorry dat jullie te voorden, maar ik lig op mijn bed met mijn micro vanuit mijn gameplays. Ik ben klaar. Ik ga me even afdrogen. 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 Oké, dit was raar. Nou ja, jongens, wat jullie niet weten, ik kan met mijn hand, arm helemaal op mijn rug. Dus ik kan eigenlijk mijn rug perfect zelf wassen. Dus ja, dat is handig.
zo handig is. Dat ik heb even mijn micro dichterbij gepakt. Dat is wat makkelijker. Dan horen jullie mij beter. Het is ook een micro dat op een statief staat. Maar het is eigenlijk een statief van een staander. Dus ik kan als draagmicro ook gebruiken. Oké, even vasthouden om mijn broek aan te doen. Dat is het makkelijkste. Dus ja. Als ik mijn broek aan doen, krijg ik mijn broek weer niet aan. Domme, dat is met die riem, hè. Ik doe die riem nooit los. Ik weet niet waarom. Allee, omhoog. Ja, dat zit niet goed. Dus ja. Even alles goed steken. Voilà. Ja, ik had geen t-shirt aan, omdat het veel te warm was. En ik had nog mijn onderbroek aan, die dat nat was. Ik heb die boven wel gewisseld. Nu heb ik een verse aan in de avond. Mijn broek was ook ondertussen al droog. Even mijn haar nog kammen, beter liggen. En dan is dat het einde van deze stuk. Oké, ik zie jullie subiet terug en dan ook mijn intro. Dus ja, tot ziens. Yo, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Vandaag hebben jullie het al gezien. Daarom dat ik ook mijn hand op de camera eerst deed en dan mijn intro anders deed dan normaal. Maar ik heb de ochtendroutine net opgenomen. En dat is van deze vlog. Dat is niet een aparte video, dat is deze vlog, de ochtendroutine. Hoe ga ik eigenlijk aan een thumbnail geraken? Gewoon een foto met dat ik mijn handen omhoog heb of een blije foto trekken en dan daarbij een douche, eten en een bed plaatsen zeker en daarboven ochtendroutine editen. Ja, ik zie dat nog wel. Maar ja, jongens, toen jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Het kan zijn dat het ondertussen al in het midden van de vlog is nu. Omdat de ochtendroutine niet lang geduurd hebben, maar wel genoeg dat ik niet mijn vlog lang ga maken. Morgen weet ik niet wat we gaan doen. Ik heb 2 dagen dat ik wist wat ik ga doen. Morgen moet ik nog eens zien wat ik ga doen. Ik denk dat ik morgen dan mijn middagroutine nog zoiets doe. Of zo, I don't know. Ik weet het nog niet. Welke routine op? Zien jullie zien niks. Wacht, ik ga even licht aansteken. Dan zien jullie. Beter niet, en mijn deur stond nog open. Maar ja, ik kan misschien een middagroutine maken. Alleen niet direct na mijn ochtendroutine. Maar als deze video een van mijn hoogste bekeken en gelikte video is in deze week, ja, dan kan het wel eens goed zijn dat ik. Dat ik een van de weken, niet volgende week, want dan zit ik aan de zee, kan ik echt mijn zeeochtendroutine doen. Ja, wat? Dat is wel wat korter, want dat is niet een heel huis doorlopen. Dat is maar een studioke. Maar dat zal ook kei leuk zijn. Dus ja. Maar dan moeten we allemaal nog afzien dat dat wel doorgaat. Het is nog wel een week, maar als het op een week weer verandert, want nu is het al officieel dat je overal waar dat je komt mondmaskers moet dragen. Dus ja, ik denk niet dat we echt naar de zee gaan. Spijtig, maar ik ging 1 week naar de zee en 1 week bleef ik dan nog bij James. Dus ja, ja, dat zien we nog allemaal wel. En dan zie ik jullie gebied terug en dan kan het al zijn dat ik ondertussen al dan met mijn gezin bezig ben voor de ondertiteling te maken dat jullie het juist hebben gezien. Allee, ondertiteling, de voice-overs van mij. Ja, dat vind ik gewoon een liedje eronder en voice, allee, een heel stil, allee, een achtergrondliedje en dan mijn stem erin te editen. Werken. Dus ja, tot zelfs en dan zie ik jullie subiet of strak terug. Dus morgen of zoals middags, ik weet niet wanneer dat ik jullie terug zie. Tot strak. Tjo jongens, tot jullie kijken hebben naar deze video. Ik ga mijn video afsluiten, ik heb niet zoveel meer te vertellen.
Het was een heel leuke video. Morgen zie ik jullie terug. Morgen weet ik nog niet wat ik ga doen. Dat zien we morgen wel. Maar ja, zie ik jullie gewoon morgen terug. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Doe ik ook even op de beltje naast de abonneerknop. Dat zal me heel blij maken. En dan zie ik jullie morgen terug om 4 uur. Bij een opnieuw. GG.